Best wel veel walvissoorten in Suriname. We dachten tot voor kort dat er 18 soorten waren. En dan heb ik het over tandwalvissen en over baleinwalvissen. En we hebben in 2021 tijdens onze expeditie hebben we een nieuwe soort voor Suriname ontdekt. En dat was de spitsnuitdolfijn van Gervijs. En die, ja, dus we hebben in ieder geval 19 die we echt gezien hebben. Die zijn vastgelegd, er zijn duidelijke foto's van. Dus daarvan weten we zeker dat ze voorkomen. Tijdens onze expeditie hebben we ook geluisterd naar de dieren. Want je kan, hoewel je ze niet ziet, kan je ook naar ze luisteren, omdat ze geluiden maken. En in de buurt van het Demerara Plateau hebben we toen potvissen kunnen horen. Het dier wat nu gestrand is, is een potvis. Dus het is een tandwalvis, geen baleinwalvis. Ja. Groot is toch zo'n een potvis. Een potvis kan zeker 18 meter worden, maar het schijnt dat de mannetjes, en dit is een mannetje, die kunnen best wel veel groter, geloof ik, nog worden. Dus er zijn volgens mij beelden van echt veel, veel groter dan die standaard 18 meter die ze normaal worden. Omdat die mannetjes die verlaten ook de familiegroep op een gegeven moment en trekken alleen door de oceanen. En dit mannetje was duidelijk nog jong. En nog niet volledig. Ik heb het jammer genoeg niet kunnen opmeten, omdat het op de modderbank lag en we er dus niet bij konden. We konden wel dichtbij komen met de drone. Maar van de dronebeelden kon ik zo wel zien dat het niet een volwassen dier lijkt te zijn. Ja. Krijgt u het toch vaker te horen dat er dus walvissen, nou, zijn het nou dode walvissen, aanspoelen? Nou, dit is voor dit jaar in ieder geval de tweede, want er was eerder op het jaar was er sprake van, misschien heeft u dat toen ook gehoord, dat er een draak zou zijn gevonden. Nou, dat was natuurlijk geen draak, dat was een walvis. Die staart waar ze het over hadden van de draak, dat was de ruggengraat van die walvis. Dus dit is voor dit jaar in ieder geval al de tweede keer. En in het verleden is het wel vaker voorgekomen. Ik ben zelf ooit nog naar Koroni toegereden om daar een aangespoelde walvis ook te bekijken. En dat was geen tandwalvis, dat was een baleinwalvis. Ja. Is er een indicatie hoe dichtbij zij dus eigenlijk komen van ja, de Surinaamse kust? We weten natuurlijk dat ze in zoutwater leven. Hoe dicht komen zij toch van onze kust? Ja, dus we hebben een aantal observaties gehad van waar de dieren best wel dichtbij zijn gekomen. Er was een moeder bultrugvinvis samen met haar jong vrij dicht bij de Suriname, de monding van de Suriname rivier gezien. Daar zijn ook beelden van. Dus dat is ook vastgelegd. Dus ze komen soms best wel dicht bij die kust. En ze migreren natuurlijk van waar ze hun jongen krijgen, dat is in het Caribisch gebied, naar waar ze voeden. En dat is dan voor die Braziliaanse soort in Brazilië, in dat gebied. Je hebt ook bultrugvinvissen die naar het noorden migreren. Dus het hangt er vanaf van welke familie of ja, clan ze zijn, zegt men. Ja. Maar betekent dat ook dat zij leven in de zone, in de Surinaamse zone? Of is het dat ze gewoon ja, langs gaan? Ja, nou ik denk van die potvissen dat die echt leven rond dat Demerara Plateau. Omdat ook mevrouw de Boer, marinebioloog, die heeft daar ook echt moeders met jongen gezien. Rond dat gebied waar het zo opeens diep wordt. Dus we vermoeden dat dat een plek is waar ze veel zijn. Ook omdat er heel veel nutriënten daar zijn. Omdat er wat men noemt opwellingen zijn van nutriënten. Omdat het een hele steile wand is. Eigenlijk een soort van bergwand in de zee. Ja. Ja, mevrouw Polen, zo'n walvis, ja. Ja, natuurlijk, u zei, ik kan alleen via de drone, natuurlijk kan niet van dichtbij zien. Is er toch wel een indicatie hoe zo'n walvis natuurlijk kan sterven? Ja, het is echt heel veel speculatie. Het kan zijn doordat hij ziek was. Hij kan in contact zijn geweest met de vissersboot. Het kan zijn dat hij misschien veel plastic had gegeten omdat hij dacht dat dat eten was. He, omdat plastic, zeker zakkenplastic, lijken op inktvissen en zo. En dat is wat deze soort eet. Dus het kunnen een heleboel verschillende dingen zijn. Hij kan ook ziek geweest zijn of zwak om wat voor reden dan ook.
De oceaan is bezig achteruit te gaan op dit moment. Dat is iets wat wereldwijd bezig is. Dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom het dier ziek is geworden. Ja. Plastic blijkt nog steeds een issue te zijn, mevrouw Pool. Ja, plastic is een hele grote issue, vooral omdat dieren het aanzien als voedsel. En wij waren inderdaad wel geïnteresseerd eigenlijk om zijn maaginhoud te kunnen bekijken. Maar de dierenartsen waarmee ik werk, die zeiden van dat is onmogelijk om hem daar te onderzoeken op die modderbank. Dus, en het is wat anders dan een klein dier een autopsie op doen. Dit is, je staat echt in de blubber. En dan heb ik niet in de blubber van de modder, maar in de blubber van het dier om dat open te kunnen snijden. Het is geen leuk werkje, om het zo te zeggen. Ja. Helaas is een gemiste kans, om het zo te zeggen. Ja, ja, dus het zou mooi zijn geweest als we toch een sample hadden kunnen nemen van de huid of van iets, zodat we genetisch onderzoek kunnen doen en dan kunnen bijdragen aan het onderzoek wat in het heel Caribisch gebied gebeurt. We zijn ook lid van een netwerk van mensen in het Caribisch gebied. We hebben de foto's ook aan hun laten zien en zij helpen dan vaak met vaststellen van of er abnormaliteiten zijn aan de huid of aan bepaalde onderdelen van het dier waardoor je zou kunnen aflezen of het dan is vastgekomen in een visnet of in op andere manier dat je aan de buitenkant kan zien al misschien of er een reden was voor zijn doodgaan. Zo'n jonge walvis, hoe zwaar kan die wegen? Dat zo weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar je kan ervan uitgaan dat een paar ton dat het echt een zwaar groot dier is. Als die dieren aanspoelen op land, en dat is in recente jaren ook gebeurd in Guyana, daar is het bij hun naast de seawall gestrand, zoiets, dan moet je dat zien weg te slepen. Omdat je kan je voorstellen, dat is niet heel makkelijk om iets van, nou zeg 20 ton te moeten begraven. Dus kunnen behoorlijk groot zijn, maar de precieze tonnage zou ik zo niet weten. Ja. En de mensen in de omgeving die zeggen van nu hebben ze best wel last van een stank. Ja, door dat de dier daar ligt. Nou, we kunnen het ook niet weghalen. Ja, hoe lang kan dan zo'n stank dan blijven? Want nu zit je eigenlijk een beetje met je handen in het haar als je daar nou woont, hè, in de buurt. Ja. Ja, dus dat is inderdaad een probleem als door de wind dus die geuren naar de kust worden gedreven. En er wonen inderdaad mensen daar. Ik denk wat je zou kunnen proberen is om er een visnet omheen te wikkelen en het naar buiten te slepen, zodat het wat in dieper water kan zinken. Ja, dat is moeilijk ook weer om te schatten natuurlijk. We wonen wel in de tropen, dus het gaat allemaal veel sneller natuurlijk dan in koude gebieden. En dat is ook de reden waarom je, als je een autopsie doet, dan moet je het snel doen, omdat er gassen ontstaan in die buik. En er zijn al gevallen geweest van waarbij ze dieren vervoerd hebben en ze geëxplodeerd zijn. Omdat ja, die gassen bouwen op en als het dier van buiten helemaal intact is, dan is het net een bom. En deze is dus nog intact? Nee, hij is al helemaal aan het uit elkaar vallen. Dat is denk ik ook redelijk goed te zien op de beelden en ik denk dat daarom het ook stinkt. Ja. Mevrouw Pool, we weten natuurlijk niet, we kunnen niet speculeren wat er natuurlijk is gebeurd. Er zullen zoveel redenen zijn. Natuurlijk blijven we erbij. Tot waar we kunnen moeten we ervoor zorgen om onze dieren te beschermen. Onze beschermde diersoorten, natuurlijk mooi voor Suriname. Je hebt ook walvissen in je kustgebied. Wat zou je toch willen meegeven? We weten, u blijft erop vaker hameren. Ons oceaan, u gaf het net aan, die moet niet verder achteruit gaan. Laten we toch kunnen kijken wat we eraan kunnen doen. Maar schreef je toch mee? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we als land gaan kijken waar we een marine beschermd gebied kunnen instellen. Zodat marine soorten een plek hebben waar ze ongestoord kunnen leven en ongestoord kunnen voortplanten. Zich kunnen voeden. En waar dan denk ik ook hopelijk ze zich zo goed kunnen in stand houden. Dat het voor iedereen een genot kan zijn als je ooit op zee zou gaan om ze te zien. En het gaat ook helpen met het in stand houden van visreserves en al dat soort zaken. Want onze visbestanden die gaan ook achteruit. Ja.
die vraag komt direct op, mevrouw Polen. Maakt u zich best zorgen voor de opkomende olie- en gasindustrie? De reden dat we dus een beschermd gebied zouden moeten instellen is om die balans te vinden tussen bescherming en ontwikkeling. Dus inderdaad, het is een zorg, want seismisch onderzoek kan dit soort dieren, zeker de diepduikende dieren, eigenlijk dood laten gaan doordat ze hun gehoor beschadigen. En hun gehoor is eigenlijk, zijn het hun ogen. Dus het is heel erg belangrijk dat we een balans vinden. Dat als we aan de ene kant exploiteren, dat we zorgen dat we ook een stukje aan de kant zetten om te beschermen. Zou dat niet al nu moeten gebeuren voordat we, want er vinden nu eigenlijk al een onderzoeken plaats, er worden dergelijke boringen gedaan, dus eigenlijk is men al bezig. Ja, je hoort het wel, het gebeurt op een milieuvriendelijke manier, ja, maar hoe ziet dat toch eruit, zo'n exploitatie? Dus ik denk, het voorwerk is verricht. Er is een dik document ontwikkeld met heel veel informatie. Er is een database met meer dan 12.000 observaties erin. Dus we hebben al een goed idee. Dus er is veel voorwerk gedaan door de Green Heritage Fund in samenwerking met WWF en met Natuurbeheer. Dus het voorwerk ligt er. Dus nu is het dat we die volgende stappen doen om dat marine beschermde gebied aan te wijzen. Dus dat zou mijn volgende vraag zijn. Is er al een idee waar zo'n gebied geallockeerd kan worden of aangewezen kan worden? Ja, dus op basis van de observaties die zijn gedaan in het verleden, zijn er wel gebieden die een hogere biodiversiteit hebben dan andere. En op basis daarvan kunnen we min of meer denken van, dit is een belangrijk gebied. En het zou dus daar eventueel een marine beschermd gebied kunnen worden ingesteld. Dus het voorwerk is al gedaan. Ja. Welke gebieden, welke diersoorten zullen toch wel last of kunnen last ondervinden, direct last ondervinden? U gaf net aan de dieren vooral die dus natuurlijk diep duiken. Maar welke andere dieren, los van walvissen, kunnen dus last ondervinden van zo'n exploitatie op zee? Ja, dus alle dieren. Eigenlijk al het zeeleven kan. Het probleem is eigenlijk dat we zo weinig weten nog van het zeeleven. En dus eigenlijk, we moeten altijd wat ze noemen het precautionary principle hanteren. Dat wil zeggen dat je zo voorzichtig mogelijk bezig bent omdat je niet weet wat het effect gaat zijn. En dus dat is eigenlijk gewoon heel belangrijk dat we zorgen dat we alle maatregelen nemen om zo min mogelijk schade aan te richten. Ja, als ik u zo hoor, geldt het ook voor onze schildpadden die lange afstanden reizen, vooral richting Galibi. Ja, dus al het zeeleven, zoals ik al zei, kan dus last hebben van exploitatie, van exploratie, van alle delen van het oliewinningsproces in feite. Dus, en alle dieren, van vissen tot zeeschildpadden tot de zeezoogdieren. Dat kan dus ook invloed hebben op onze visvangst als we eenmaal bezig zijn en het niet goed aanpakken. Ja, dus dat is ook inderdaad een mogelijkheid. In Guyana zijn er klachten van de vissers over dat ze minder vis vangen. Je zou je kunnen inbeelden dat doordat er zoveel geluid is en allerlei zaken, dat als er visstanden zijn daar, dat die zich gaan verplaatsen naar plekken waar het minder lawaaiig is en minder activiteit is. Dus dat is zeker een mogelijkheid, ja. En dat kan misschien juist het wegtrekken van Suriname zijn, als ik u zo hoor zeggen? Ja, dat zou ook kunnen. Inderdaad, dus op het moment dat wij bezig zullen zijn, dat er in de gebieden waar dat gebeurt, die activiteit, dat er daar minder vis gaat zijn. We merken al dat mensen best wel in een hoera-stemming zijn voor de olie- en gasindustrie. Maar onderschatten we soms toch wel dergelijke gevolgen die we nu misschien niet met het blote oog direct zien? Wat de opkomst van de ene industrie kan hebben voor een andere industrie? Ja, ik denk dat dat met alle industrieën zo is. Niet alleen het probleem is dat we van de zee zoveel minder weten. Weet je, we weten best veel over de aarde en wat zich op aarde afspeelt. Redelijk veel in vergelijking met wat zich op zee afspeelt. En het is ook veel moeilijker te onderzoeken en te controleren. Dus daarom denk ik dat we extra voorzichtig moeten zijn.